Ja, als je kijkt op scholen, dan hebben heel veel zieke voorstonderwijsscholen een mediatheek en een mediathecaris rondlopen. Heel vaak zeggen docenten ook van, nou die informatievaardigheden, dat ligt daar, dat is de rol van de mediathecaris. Dat is van huis uit, zijn die mensen daarvoor. Dat is ook zo en die mensen kunnen ook heel goed bijdragen aan hoe bouw je nou een goed curriculum en wat zijn die basisvaardigheden. En daar een koppeling maken tussen die mediathecaris en die docent, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Zodat uiteindelijk ook die mediathecaris in school, in klasse kan helpen om studenten informatievaardiger te maken. Maar die koppeling is van belang en niet dat docenten zeggen, nou dat ligt bij de mediathecaris en ik hoef dat zelf niet meer te doen. Want dan, weet je, dan lijken het dadelijk weer losse lessen, informatievaardigheden en dan landt het weer niet in de les, zal maar zeggen. Dus een koppeling tussen mediathecarissen en docenten is van belang.